Ja, Maurice, avondje NAC, vrijdag. Ja, weer een mooie uitdaging. Mooi stadion. Vol stadion, verwacht ik. Dus weer een mooie entourage om daar een resultaat neer te zetten. Ja, NAC staat inmiddels 1 punt achter MBV. Dus ja, daar staat ook iets op het spel. Ja, zeker. Maar goed, laten we eerst maar gewoon onszelf bekijken. En proberen weer een goed resultaat. Of proberen daar een goed resultaat neer te zetten. En dan zal het aan het einde wel blijken of het genoeg is geweest. We moeten meer naar onszelf kijken aan de ranglijst. Ja, op dit moment vind ik dat iets minder. Is wel belangrijk, alleen dat is waar ik niet mijn eigen daar mee bezig hou. Meer met de ontwikkeling van mijn team. En dat we snel weer een aantal wedstrijden achter elkaar punten halen. Ja, want NAC de laatste 5 wedstrijden 4 keer gewonnen. Maar ja, 1 keer begin dit seizoen 3-1 voor MVV. Dus ja, kansloos is MVV niet, denk ik. Nee, maar gezien het hele seizoen zijn we maar weinig keren kansloos geweest. Misschien dan de wedstrijd de eerste 30 minuten tegen Zwolle, daar was behoorlijk kansloos. Nou ja, dan win je met 3-2. Ja, maar goed, en dan kunnen we het ook nog over Eindhoven hebben. Ja, die hebben wel kansloos verloren, maar daar hebben we dan wel zelf een beetje aan meegewerkt. Maar dus, nee ja, het is allemaal mogelijk, absoluut. Ja, hoe is het met de selectie? Iedereen is fit, alleen ja, één schorsing, Rijn. Dus iedereen is weer helemaal fit. Dus ik heb weer keuzes. Ja, Nicky Soeren ook weer helemaal fit? Nicky is ook weer fit. Die heeft de hele week eigenlijk meegetraind en geen reactie meer gehad. Dus die is morgen fit om te kunnen starten. 90 minuten? Daar gaan we wel vanuit. Ah, ja, 90 plus. 90 plus. Ja, dat is altijd wel belangrijk bij MVV 90 plus. Ja. Ja. Maar ik neem aan, we gaan voor de 3 punten. Ja, we gaan voor de 3 punten. We gaan voor een resultaat. Dus en als uiteindelijk blijkt dat een resultaat een 0-0 is, of een gelijkspel, ja, dan is het zo. Maar de insteek is wel om voor die 3 punten te gaan. Oké, succes. Dankjewel.